Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Gigabyte Powered by AMD, OCZ, MSI en 4Launch. Bij Hardware Info TV. Het einde van het jaar nadert en dus de hoogste tijd om de winnaars van de jaarlijkse Hardware Info Awards bekend te maken. Afgelopen 2 maanden konden alle bezoekers van Hardware Info stemmen in 2 rondes op de beste hardware en de beste leveranciers. En inmiddels hebben de winnaars in 38 categorieën bepaald. Mijn naam is Koen Krijns, naast mijn collega Frank Everaert. Nou ja, de eerste categorie dat zijn de processors, hè? Ja, nou, dat kon niet anders dan dat Intel dat zou winnen. Toch? Ja, het had heel opvallend geweest als dat AMD was geweest. Nou ja, het ging eigenlijk tussen 2 processors van Intel, de 29 en de 860. Ja, 2 Core i7's die ongeveer even snel zijn. En ja. Ja, die 29 heeft uiteindelijk gewonnen. Het is toch ook, ja, het was een beetje het Core i7 jaar. Het grootste gedeelte van het jaar waren natuurlijk alleen die sokken 1366 varianten er. En die 29 was de goedkoopste. Was ik de goedkoopste manier om toch gebruik. Nou, het is wel echt een proces geweest. Eigenlijk is het heel veel wieken en wegen geweest. En uiteindelijk komt het toch neer op je gevoel. En dat is of je weer zin hebt om te hockeyen. Tenminste, dat is voor mij dan zo geweest. En ja, ik had gewoon geen zin meer om die commitment te maken aan het hockey. En zowel niet op internationaal niveau als op clubniveau. Ik ben nu 30 en ja, ik ga echt niet meer veel beter worden in hockeyen. En,
is due.